ik heb het idee dat er eigenlijk niks beters is dan gewoon veel van jezelf te laten zien. Ja, kun je de titel van het nummer? Do You Love Me? Ja, Do You Love Me is eigenlijk een van de, waarschijnlijk de ballad, zeg maar, van de plaat. De plaat staat eigenlijk bol van de testosteron. En dit liedje, ik denk dat het gewoon voor de tijd van het jaar gewoon het perfecte liedje is om uit te brengen. Het is een ballad en het gaat eigenlijk over, ja, het is gewoon een love story. Is het op jezelf geschreven? Ik heb die dingen wel meegemaakt, ja, absoluut. Dus wat er in de tekst verwerkt zit, dat heeft niet allemaal, zeg maar, is niet allemaal uit mijn eigen leven gegrepen, maar er zijn wel gewoon onderdelen die aan het licht komen. Wat voor onderdelen? De tekst, het betekent eigenlijk gewoon Do You Love Me When I'm Gone. Dus ik vertel eigenlijk gewoon een verhaal over dat ik eigenlijk weg ben. Of dat zij bij mij weg is. En dat het eigenlijk het samenleven met elkaar, dat gaat niet helemaal 100%. Maar eigenlijk, ja, hou ik nog dusdanig veel van mijn ex-partner, als het ware. Dat ik me eigenlijk afvraag van, goh, als ik zo op afstand van je leef, denk je dan nog wel aan me? En ga je me wel missen? En eigenlijk gewoon, ja, het bekende verhaal, zeg maar. Iedereen moet het kunnen herkennen. Ja, denk het wel, ja. En is het een nummer geschreven, je hebt in het verleden gezegd met de band, is dit nummer echt een bandnummer of heb je het heel erg vanuit jezelf geschreven? Nou, wel vanuit mezelf. Ik heb het samen met de gitarist heb ik gedaan. Vorig jaar in Spanje, toen ik op vakantie was, heb ik tijdens een kampvuur-sessie, waar we gewoon een beetje aan het klooien en een beetje aan het jammen. En toen kwam ik ineens op de melodie en op dit idee om zo'n liedje te schrijven. Dus dat is vrij snel gegaan, hoor. Ja. En wat was het idee om dit nummer als single te kiezen? Ook omdat ik heb nou 3 singles uitgebracht van de plaat. En dat zijn eigenlijk wel allemaal uptempo liedjes. En zeker de eerste 2 zijn behoorlijk stevig. En ja, ook daarin zijn er een heleboel fans die zeggen, ja, helemaal te gek, superleuk, weet je wel. Maar er zit dan ook voor de dames inderdaad, die wel vaker vragen van, goh, het zou ook niet misstaan als je nou eens een keer gewoon echt een mooie song uitbrengt, zeg maar, waar je gewoon inderdaad je stem gewoon goed in uitkomt. Want ja, ik ben eigenlijk gewoon echt een groot fan van muzikanten, weet je, gewoon dus echt van muzikantenmuziek ook. Dus gewoon liedjes die echt vol zitten met goede grooves en heel veel instrumenten hier en daar. Dus maar er zijn ook een heleboel fans die zoiets hebben van, ik wil je stem horen. En dat komt, ja, de vrouwelijke fans. Maar ook de mannelijke fans, hoor. Want ik krijg ontzettend veel leuke reacties op. En zowel van vrouwen als van mannen. Dus,